Nou, welkom bij Kunstcentrum Collage. We zijn hier in het atelier waarbij we dus glaskunst aanbieden. Samen met Herman geven we hier een glascursus. Zo dadelijk komen de cursisten binnen en je ziet eigenlijk al wat glas voor ons. Uiteindelijk een schijf van glas, wat uiteindelijk een vaas moet gaan worden. Nou, dat zie je er nog niet van af. Als ik een stukje verder loop, dan kun je hier strips zien van glas. Die glasstrips, dat is een keuze geweest qua kleur van de cursisten. En die gaan ze straks naar aanleiding van een ontwerp wat ze gemaakt hebben. Dat was eigenlijk de eerste les. En die bestond uit het tekenen, het schetsen, het kleuren tot een uiteindelijk ontwerp. Dat ontwerp gaan ze vandaag verder uitvoeren, maar dan vooral met kleur. Die strips die gaan ze op een dusdanige manier samenstellen, zodat het een geheel wordt. Nou, dan kun je hier zien aan deze kant een ring. Die ring die wordt opgevuld met glasstrips. Dat kun je zo zien, totdat die helemaal vol gestapeld staat. Nou, het bijzondere is dan dat dat in een oven uiteindelijk tot een schijf samengesteld wordt. Nou, dat kun je hier zien. Hier hebben we dus zo'n aan de achterkant hebben we alle lijntjes, dus alle stripjes die je kunt zien. En deze schijf die wordt, zoals we dat noemen, fusen in een oven, een speciale glasoven. En die glasoven zorgt ervoor dat er in een bepaalde tijd, laten we zeggen 2-3 dagen, een half product ontstaat in de vorm van een schijf. Nou, dat is eigenlijk wat we proberen vandaag te bereiken. Dat we de kleuren, de strips samengesteld hebben tot een schijf die dan in de oven gesmolten wordt. Nou, dat is eigenlijk min of meer de basis. Nou is het bijzondere dat wij, Herman en ik, hebben een procedé ontwikkeld waarbij we dus een schijf, in tegenstelling tot glasblazen, laten vormen, laten zakken in een speciale mal. Nou, die mal moet je je voorstellen als een soort keramische ring waar die glasschijf op ligt. Die glasschijf die gaat vanwege de temperatuur, de hoge temperatuur van, nou, pak een beet zo tussen de 600 en 700 graden, zakt, ontstaat een bolling. Die bolling die gaat al verder, totdat die de bodem van de oven raakt. En dat betekent dat er een plat vlakje ontstaat. Nou, dat is eigenlijk in een nutshell het hele procedé om tot een vaas of eventueel naar een schaal te komen. Herman Jolsing. Samen met Arie geef hier de glascursus. Arie had net al even wat over verteld. Het is wel leuk om even een paar dingen te specificeren. Arie had het onder andere onder de ovens waar we het aan het handen doen. De glasplaat die hij liet zien. En de oven waarin zeg maar, die glasplaat in vlak helemaal gemaakt wordt. Dat duurt ongeveer een kleine 36 uur. En dan wordt hij dus helemaal vlak. Dat is de studenten die zijn bezig dan met de stripset maken, die gaan hierin en daar komt er weer uit zoals de plaat zoals Arie liet zien. Dit is de oven waarin we uiteindelijk de vaas maken. He, dus als je kijkt hoe dan zo'n vaas eruit ziet, dan moet je je voorstellen dat die er zo uitkomt. Er zit hier dan een hele rand nog mee. Die rand die zagen we af en de cursisten in de laatste lessen gaan ze dat ook netjes slijpen en polijsten. Tot een net afgewerkte vaas. Als je hier binnenin kijkt namelijk, dan zie je de mal liggen. Hier ligt dan een grote mal in. En we kunnen de hoogte variëren door daar zeg maar, een plateau in te leggen. Waardoor je de hoogte van de vaas of schaal dan ook kan samenstellen. Het is wel zo dat we voor deze cursus dat wij dat zelf bepalen. Omdat het hele procedé om zo'n vaas of schaal te laten zakken is vrij delicaat, ook qua temperatuur, tijd, et cetera. En je moet je ook voorstellen dat het duurt ongeveer 3 dagen voordat die vaas van opstarten, dus warm worden, dat we het kunnen bewerken totdat het stopt. We zijn er 3 dagen mee bezig. Dan zou ik eerder dat iriserende geel nemen, als dat je nu met opaak en transparant te werken.
Ja, dit is even een volle stapel. Nu moeten we gewoon naar de actie. Ik heb ook een stukje steen. Dan kun je... Dat moet ik ook allemaal zo recht doen met dat blanke. Ja, dus dit is allemaal... Ja, blank. Hier, dat gaat ook allemaal zo recht, hè? Ja, zoals je hier bezig bent. Hè? Dus dat dus dat jou was, ja. Zou ik zeggen. Allemaal alles, dit is hier allemaal gelijk. Oh, ja. Nee, tegen de cirkel aan, hè? Tegen de cirkel aan. Ja. Dat is een hele lichte geel. Ja, dus dat is niet echt heel donker. Maar, jullie zien het. Ja. Als je het wel zou willen doen, dan moet je heel duidelijk zijn dat je iriserend... Maar die past bij die plaat, dat is veel zo. Ja, er ligt nog een heleboel. Ja! Zeg dat. Zuiden snijden, denk ik. Want nu weet je niet meer waar het streepje loopt. Iets meer druk. Iets meer druk. Kijk maar eens. Ja, ik heb nu wel. Goed hoor. Ik heb net al een paar keer. Ja, zie je wel. Ik heb die kast. Ja, ik ga nog een keer proberen. Shit, sterren. Sterren. Maar dan pak ik dit tangetje erbij, want volgens mij ging dat ook wel aardig. Streepje. Kijk. Hier gaan we wat. Oké, allemaal vooruit, hè. Ja, dat is allemaal ook. Dus moet je het allemaal meenemen. Ja, oké. Die zou ik niet meenemen.